Skinflut! Skinflut! Die zijn fucking irritant. Je wordt er echt niet goed van. I'm ready to unleash. Ja, deze tol is weg. Ja, ga hem. Ah, godverdomme. Ja, daar word je echt niet vrolijk van. Oké, volgende tower. Pakken jullie die? Ik ga deze pakken. Oké. Ik ga deze pakken. Ja, een Orion Eye. Oh nee, niet een Orion Eye. Nee, ik moet die toren hebben! En dan word ik weer geveerd. Oh man, Lukt het nog, Marcus? Nee, het lukt niet! Oh ja, hij is kapot. Deze is bijna kapot, jullie hoeven niet te komen. Yup. Zo, dat gaat anders best wel een beetje. Vuurballetje. Ja! Gooien! Oh, de vlam! Nee, ik lig erin! Gooi erin, ik heb hem erin gegooid. Allemaal gooien! Kom er niet, gooien, want ik lig! Ik lig te dood! Ik ga. Ja, ik ben alleen maar aan het schrijven. Ik blijf volop hem gooien. Nee, als we wakker jongens, als we wakker. Oh. Gooien. Ik heb niks vast. Hou mij vast, dan ik ben dood. Zij zijn de child. You will all serve the dragon. Time to do some real damage. Nee, au. Echt, die minions zijn zo fucking tanky, dat is echt insane. Ja, je moet hem letterlijk zo killen met die fucking ballen gooien. Maar voordat we dat gisteren uit hadden gezocht, waren we ook een 3-4 keer dood verder. Dat was veel erger in de groepen. Ja? Aan de ene kant, ja, het verandert het spel wel, maar aan de andere kant heb ik echt van, laat me hem gewoon bevechten. Ik weet dat ik hem kan hebben. Ja, ik mis de momenten dat wij dit hebben. Stagger before the power of the dragon. Dat is mannen die zeggen, want ik ga er wel dicht tegenaan. Ik heb, krijg zoveel damage, man. Dit zijn meestal van die dingen die je in een raid vindt. Dit is meer zo'n raid ding wat je vindt meestal. Ja. Hoor je hem toch? What the fuck, hé? Ja, dat weet ik, maar hij was net zijn mond open. En als hij nog in de fik staat, dan krijgt hij meer damage. Dan krijgt hij ook meer damage als die afgeleid is, want dan kan hij niet verweren. Dan is zijn shield, soort van shield down. Met de vlam in de pijp is gegaan, zeg maar. Met de vlam in de pijp! Door de bredder pas. Dat ken. Jongens, ik heb een souvenir. Jij wel, ja. Ik heb een souvenir, jongens. Dat zeg ik, ik heb een souvenir. Dat is een grote jawbreaker. Je hebt hem hier al aan. Ja, komt hier eerst aan de rechter. Dan ga ik hier staan. Aan te wijzen, alsof jullie dat zien. Ja, precies. Wij zien het, ja. Even kijken hoor, kijk even door mijn raam. Nee, ik zie het nog steeds. Echt? Ja. Druk de verkeerde knop in.
Ik wil geen schild. Hij heet Okravos of the Moon Dead. Okravos the Moon Dead. Oh, ik ben van achter. Ben ik gewoon keihard genomen door een kikker. Whitebeans report. Ja, yeah, dat was de goede oude tijd, hè? Tegenwoordig mag niks meer. Nee. James Bond, die wordt ook transgender. Ja, en die Jeffrey Dahmer serie, die willen ze slachtofferhulp wil Jeffrey Dahmer willen ze laten bannen. Omdat ik weet niet waarom, maar. Echt, als je daar niet tegen kan, dan moet jij gewoon, ik weet niet. Dan het niet kijken, zo simpel is het. Dan moet je gewoon je tv afsluiten. Als het niet voor jou is, dan is het niet voor jou, maar gaat het voor andere mensen verpesten? Fucking Karens. Ja, stoot hem op, man. Kap gewoon met je leven ofzo. Hou er gewoon mee op, scheid er mee uit. Ja. Als je niet tegen deze wereld kan, dan moet je er gewoon mee ophouden. Spring van een flat, hang jij op, weet ik veel. Marcus' flat zal er geen probleem mee hebben. Ja, precies, mijn flat. Ik doe de deur wel open. Naar mijn kom al springen. Ja, prima, maar... Hou er gewoon mee op. Scheid er mee uit. Heb ik weer die dagger vast. Ik ga die dagger wegpleuren. Ik heb hier echt helemaal niks aan. Oh. Ja, waarom doe je dat dan ook elke keer? Omdat mijn 1 naast mijn apostrof zit. Of ik heb je nou al meerdere keren vandaag gezegd. Zet het op numlock! Shut the fuck up! Sowieso, jouw greatsword ziet eruit als het niet dagger. Dus. Ik ben niet de enige die het zegt! Ik ben niet de enige die het zegt! You shut the fuck up as well! Is er nog ruimte om te pissen of niet? Ik moet gauw pissen. Nee, want Saiten komt nu. Ja, dat is leuk en aardig. En in mijn broek pissen is erger dan doodgaan. Hey Marcus, waarom niet bij? Als je doodgaat, pis je toch in je broek. Ah, de rest is een lelijke. Nee, maar eerlijk gezegd, het boeit me niet of je opneemt of niet als ze mogen of niet. Excuse me, this is a missed call. Ik kan er niks aan doen. Maar die beerkoek is wel heel erg. Ja, als ik een char zou maken dan wel, maar ik ben geen furry man, dus ja. I'm ready to unleash. Jawel. Een stekelmol, ja. Wat een rare bol! Ik ging er helemaal stuk, jongen. Is dat buurmanmol? Buurmanmol. Een stekelmol. Een stekelmol, hij was ook zat ook. Hij pakt dat ding zo op. Ik vind het raar dat hij nog niet eens tot een balletje gerold is. Hij bleef gewoon hangen, dat beest deed helemaal niks. Nee. Als je een stekelmol optilt, dan blijft hij vaak ook gewoon... We did it! Yay! Dood. I did it. Gisteren zeiden we wat anders. Gisteren zeiden we van let op, die komt terug, die snijdt dat eerste ship dadelijk tot midden. Dat zeiden we gisteren. Ja, hij zou nog terug kunnen komen in de laatste fase, maar...